Leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 10. En dat is van maandag 6 maart tot en met zondag 12 maart. Ga de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het erom alsof week 10 een week is waarbij je een bepaalde overwinning haalt voor jezelf. Hè? Dat echt het gevoel dat je op de juiste weg zit. Maar dat je ook vindt dat je nog wel wat te leren hebt. En dat gaat helemaal goed, want je bent er gewoon heel erg blij mee. Je hebt de aandacht voor en je gaat ermee aan de slag. En ik heb het idee dat je echt wel een basis aan het leggen bent. Waarbij je ook het gevoel hebt dat je op de juiste richting zit. Het is vooral een begin dat je ergens bent en dat je echt nog wel voelt van... dat het vreemd is. Ik heb wel het idee dat je er gewoon ontzettend enthousiast van wordt en bent. Wat ik al zei, behoorlijk mee in de weer bent. En het is gewoon een stuk waarbij je deze week heel veel vrolijkheid hebt. Maar waarbij er wel echt een stuk is van in een soort ontdekkingsfase. Hè? Dat je misschien nog wel een klein beetje het gevoel hebt van... oh jee, het zou nog wel verkeerd kunnen gaan. Voor mijn gevoel gaat het echt allemaal helemaal de juiste kant op. Maar het is vooral het gevoel dat je ergens bent. Dat je iets aan het ontwikkelen bent. En dat er gewoon nog dingen te leren zijn. Maar wel in een hele positieve, vrolijke fase. Waarbij je ook zeker blijft doorgaan. Dus geniet hier ook van. Want het is echt weer een fase. Een nieuwe fase. Een nieuw stuk. Waarbij je eigenlijk lekker op dreef bent, zou ik zo zeggen. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het hier alsof deze week er een week is alsof er ineens wat twijfel kan zijn over bepaalde zaken. Ik heb het idee dat je eigenlijk naar de toekomst kijkt. Dat je denkt van ja, het is misschien nu niet de tijd, maar later kan ik het allemaal anders gaan doen. En toch lijkt je daar ook over te twijfelen. Hey, je hebt het zo lang weggestopt of je gaat het zo lang wegstoppen. En toch lijkt je daar ineens weer andere kansen te zijn. Je weet dat je bepaalde zaken bent aangegaan. Maar het is ook een stukje van wat moet je ermee gaan doen. Het kan dus twee kanten op gaan. Het kan zijn, het kan betekenen dat ineens die tijd daar gekomen is dat je iets voor je uitgeschoven hebt. En het kan zijn dat er iets is dat je maar voor je uit blijft schuiven. Maar op een gegeven moment dat er toch wel een bepaalde actie moet komen. In ieder geval, deze week lijkt je heel erg goed na te denken over zaken die je misschien nog uit hebt staan. Of dat die nog wel zo leuk zijn. Of dat er nog wel een stukje is wat je wilt. Misschien wil je het wel naar voren halen. Misschien wil je het wel veranderen. Het lijkt gewoon alsof je deze week echt wel wat nadenkt over dingen. Hoe ze naar de toekomst toe moeten gebeuren. En het kan zijn dat er nu wel een bepaalde actie wordt gevraagd. Maar het gaat vooral over zaken die je wilt gaan uitrollen. Zijn de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, tweeling, alsof deze week een week is waarbij er een nieuwe kans gaat komen. Ik heb het idee dat je misschien al wat zit te broeden een tijdje op een bepaalde situatie. En deze week lijkt het de tijd te zijn dat die actie daar kan gaan komen. Het kan ook zijn dat het zomaar ineens spontaan gaat komen. Maar het is wel iets waarbij je eigenlijk al een tijdje misschien wel onbewust hebt zitten denken over hoe je iets moet gaan aanpakken. En het voelt goed. Ik heb het idee dat je een basis legt, dat je ineens de kansen ziet, maar dus ook daadwerkelijk heel erg in de actie gaat en meteen al echt heel goed in de gaten hebt wat het voor je kan gaan brengen. Ook al weet je dat je daar misschien nog wat moeite voor moet doen, je gaat in de actie, je weet wat je moet doen en je weet ook echt wat ervan gaat terugkomen. En dat is een stukje waarbij je echt even tot rust kan komen. Ook al kom je dus in beweging, je komt tot rust omdat je weet dat het naar de toekomst toe je absoluut heel veel kan gaan brengen. En de kaarten schudt om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, kreeft, alsof deze week een week is waarbij je over zaken voor jezelf niet helemaal helder hebt wat je er nu eigenlijk zelf van vindt. Ik heb het idee dat je er wel over nadenkt, maar dat je misschien wat wispelturig erin kan zijn. Het kan ook zijn dat je gewoon niet helemaal goed bij jezelf, bij je eigen gevoel erover kan komen. Je laat het ook gewoon even rusten, want ik heb het idee dat je er niet uit gaat komen. Met liefde gaat het zeker een stuk worden waarbij je weer naar een ander stuk kan gaan kijken, waarbij je wel bij je gevoel kan komen. Dus is er een bepaalde situatie die voor jou nog heel lastig is, die niet goed te bepalen is, maar het stukje met de liefde, met de passie, hoe je ergens naar gaat kijken, daar lijkt echt een kans te gaan komen. Deze twee dingen kunnen heel goed met elkaar te maken hebben. Het kan ook zijn dat het echt los van elkaar staat. Maar wat je ook gaat doen, ik zou zeker op het moment dat je even twijfelt, het laten wachten. Want bepaalde antwoorden lijken gewoon te gaan komen. En dan ga je daar eens mee aan de slag. En dan laat je het stukje twijfel gewoon nog even gaan. Ik heb niet het idee dat het meteen
een spoedding is waarmee je nu moet beantwoorden. Dus die lijkt er ook echt de tijd voor te kunnen hebben. Dus neem die er ook gewoon voor. De kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het alsof deze week voor jou een week is, Leeuw, waarin er echt een vorm van samen zijn is. Een vorm van verbinden. Een vorm van je stevig in je schoenen voelen. Juist omdat je keuzes mag maken. En juist omdat je ergens bij wil horen. Het kan ook juist zijn dat je iets wil laten. Hè? Maar dat betekent dus wel als je iets laat dat je bij een andere partij gaat horen. Maar je wilt heel erg graag die verbindingen gaan. Oude zaken laten daar waar ze zijn. En het is een keuze die je echt zelf heel bewust gaat maken. En waarbij je heel erg in de beweging komt. Je lijkt deze week ook echt heel goed na te denken over je eigen toekomst. Er zijn belangrijke punten waarmee je ineens aan de slag gaat. En wat er ook echt voor zorgt dat je een langere termijn verbinding aangaat. Maar deze langere termijn verbinding die voelt wel ontzettend fijn. En normaal gesproken vind je dat misschien net even iets lastiger. Maar deze lijkt je echt heel bewust te gaan kiezen. Waarbij je ook heel erg prettig en comfortabel gaat voelen. De kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het maar alsof deze week een week is waarbij je eigenlijk een stukje los gaat laten waar je wel heel prettig en vertrouwd bij hebt gevoeld. Het kan zijn dat je een besluit moet gaan nemen waarbij je niet helemaal blij bent met het eindresultaat. Dat is wel een stuk wat er gewoon moet gebeuren, want ik heb het idee dat je de keuze eigenlijk niet meer hebt om daar iets anders mee te doen, of dat er misschien wel een keuze is geweest die je zelf hebt gemaakt, maar die wel iets heeft waarbij je echt even niet zo goed weet hoe je nu dingen moet gaan oplossen en hoe je dingen moet gaan aanpakken. Maar het is ook een stuk dat je het niet alleen hoeft te doen. Hè? Dus het kan zijn dat je even ergens tegenaan loopt, maar je weet ook dat er mensen zijn die je altijd kunnen helpen, bij wie je terecht kan. En dat geeft natuurlijk weer een veilig gevoel. Het is heel vervelend dat je dat op deze manier of op dit moment juist zo achter moet komen. Maar ik heb het idee dat je het niet alleen hoeft te doen. En dat geeft ook wel weer een stuk rust. En soms horen die dingen er ook bij dat het bepaalde gevolgen kan hebben. En weet dus echt op het moment dat het even niet goed voelt, raadpleeg mensen die om je heen zijn. Want het lijkt deze week je daarin echt een stuk rust te gaan geven. Op het moment dat je gewoon weet dat je er niet alleen voor staat. Van de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het weegschaal alsof week 10 een week is waarbij het misschien een beetje zwaar kan zijn. Alsof er even iets is waar je echt een beetje tegenaan hikt, wat je moeilijk vindt, wat zwaar voelt. En dan denk je, oh, wat moet ik er toch eigenlijk allemaal mee? En dan ineens is daar die oplossing. Ineens weet je wel waar je heen moet gaan. Het is echt even een stukje waar je tegenaan hikt. Misschien zijn het wel bepaalde laatste loodjes voor iets wat je moet doen. Hè? Dat zeggen ze ook niet voor niks. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Zo'n kaart liggen echt. En ineens is het klaar. Of ineens weet je die oplossing. En dat geeft rust. Dat geeft wijsheid. Dat geeft rust. Dat geeft het stuk dat je verder kan. Dus weet ook gewoon dat het soms even tegen zit, dat het er misschien wel bij hoort. En ik heb het idee dat je eigenlijk weet waar het vandaan komt. En het kan dus zijn dat je ook de oplossing weet, maar dat het gewoon nog een stuk is waarmee je door moet. Op het moment dat het nou zo voelt dat je niet weet waar je staat, of dat je juist even die oplossing niet meer weet, vertrouw ook op jezelf. Het lijkt ook echt uit jezelf te komen. Het lijkt aan het einde te zijn. Het lijkt alsof je weet hoe je die oplossing moet gaan doen. Of in ieder geval wat je ermee in de actie moet gaan doen. Want dat lijkt deze week gewoon de rust te gaan geven. Dat je weet waar je heen gaat. En dat je weet dat het weer goed gaat komen. De kaart schudt om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het alsof deze week voor jou een week is, schorpioen, waarbij je na een periode van even niet zo goed weten hoe je moet uiten naar de buitenwereld of misschien naar een bepaald persoon of in een bepaald project, je eigenlijk ineens die oplossing voor jezelf hebt. Je communicatie lijkt ineens weer helemaal open te gaan. Wel denk je over na hoe je het gaat doen, maar je hebt wel genoeg inspiratie om ermee aan de slag te gaan. Hè? Dus een stukje blokkade wat je even had, en dat hoeft er niet per se intern te zijn, maar vooral het stuk naar buiten toe, dat lijkt deze week gewoon ineens helemaal opgelost te zijn. Je weet wat je moet doen, je voelt je geïnspireerd, je denkt wel goed na, je bent niet zomaar dat je zomaar dingen eruit gooit. Nee, het is echt een stuk waardoor je gedreven bent, waarbij je heel goed weet wat je wil. Wel zou ik zeggen,
Dat je misschien een stikkeltje dominant kan zijn, dus dat je over de ander een beetje heen kan walsen. Maar dat doe je juist uit het stuk dat je ineens weet waar je heen moet gaan. Maar toch kan het zijn, breng het voorzichtig, weet hoe je over kan komen. Want ik denk dat je dat zelf in principe gewoon heel goed weet wat je ermee kan doen. En dan ga je er zeker heel enthousiast mee aan de slag op dit moment. Ik zal een kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het boogschutter alsof dit een hele vrolijke, fijne, prettige week gaat zijn. Er liggen goede financiële mogelijkheden. En dat houdt ook in dat er gewoon een bepaalde basis is. Het lijkt alsof er een bepaalde verandering gaat komen. Waarbij je echt wel voor langere tijd verbonden bent. En het kan zijn werk, liefde, huis, noem het maar op. Het zijn echt wel de grote dingen. Waarbij er ineens een bepaalde verandering doorgevoerd kan worden. Die voor langere tijd kan vastgelegd worden. En dat is een stukje waar je je eigenlijk heel prettig bij voelt en ik ook echt het idee heb dat je aan de slag gaat en mag. En het voelt zo prettig en het voelt zo warm dat ik het idee heb dat je je deze week eigenlijk wel gewoon ontzettend goed en fijn moet voelen. Maar dat is niet zomaar cadeau gekomen of zo, hè? Je hebt er heel hard voor gewerkt, samen of met anderen. En het lijkt deze week gewoon alsof daar echt wel een soort verbinding aangekomen is, waarbij je echt naar voor een langere tijd het gevoel mag hebben dat je gewoon staat waar je wilt staan en misschien zelfs nog wel een behoorlijke groei mee kan gaan maken. De kaart schudt om te kijken dat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het steenbok alsof week 10 een week is waarbij er een best wel mooie kans mag komen, maar er ook best wel snel dingen in actie komen. En dat voelt gewoon ontzettend goed, dat voelt prettig, dat loopt ook helemaal goed. En toch komt er ineens een kleine communicatiestoorning in. Het lijkt alsof je niet helemaal goed weet wat je er nu eigenlijk mee moet doen, of dat je misschien zelfs al iets hebt gedaan wat voor jou ontzettend goed voelt, maar dat je het misschien nog wel aan iemand anders moet vertellen. Het lijkt in ieder geval gewoon alsof het wel heel erg prettig is, alsof er veel actie komt, alsof er veel beweging is, maar er ook ineens een stuk is waarbij je een communicatiestuk vergeet naar personen of situaties die ook heel belangrijk zijn. En dat kan allerlei redenen hebben. Ik heb alleen het idee dat je er wel een klein beetje tegenaan loopt. Dat je eigenlijk net iets anders naar buiten zou willen brengen dan dat je nu doet. En dat komt eigenlijk een beetje voor mijn gevoel omdat je in je enthousiasme misschien net iets te snel gegaan bent. Het lijkt sowieso een week te zijn die heel erg goed gaat voelen. Maar dat kleine stukje communicatie, wat een klein beetje kan stropen, dat kan een stuk zijn wat er net even voor zorgt dat je misschien je week geen 9 geeft, maar een 8 of een 7. Ik zal de kaarten schudden om te kijken wat voor de week 10 voor de waterman gaan brengen. Dan lijkt het waterman alsof deze week een week is waarbij je over zaken nadenkt. Je komt niet goed uit je communicatie. Je hebt het idee dat je misschien zelfs maar wat aan het doen bent. En toch lijkt het eigenlijk allemaal helemaal goed uit te pakken. Je bent niet zo zeker van je zaak deze week. En ik heb het idee dat het eigenlijk ook komt doordat je niet uitspreekt. En op het moment dat je toch de stoute schoenen aantrekt, om het zo maar te zeggen, en de communicatie iets verbetert, heb ik het idee dat het ineens heel snel kan gaan. Dat er bepaalde veranderingen komen. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je tegen een stukje aanloopt dat je niet zo goed weet wat je aan iemand hebt. Of dat je niet zo goed weet hoe je iemand aan moet spreken. En op het moment dat je daar gewoon wat meer bij jezelf houdt en het dan toch naar buiten brengt, dat lijkt eigenlijk gewoon ineens een bepaald startsein te zijn. Dat je ineens weer verder kan. Dat er ineens weer een bepaalde groei mag zijn. Die niet stilgestaan heeft, hè, maar die voor jouzelf het gevoel heeft gehad dat je even wat stil stond. Dat je even niet wist wat je moest doen. Dat lijkt deze week vooral een stuk te zijn waarbij waar je tegenaan loopt of waar je tegenaan gelopen bent en dan ineens weer die beweging gaat krijgen. En ik kan je verzekeren, dat voelt echt heel fijn. Ik heb echt het idee dat je aan het eind van de week het gevoel hebt dat je lekker mag gaan stromen en dat de dingen gewoon goed op orde zijn. Van de kaarten schudden om te kijken wat week 10 voor de vissen gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof er een bepaalde overwinning komt, maar ook een stuk waarbij je echt even denkt, waar ben ik nu eigenlijk? Het is een week sowieso naar mijn gevoel van uitersten. Je zult dingen achter je moeten laten, je mag gaan groeien, je kunt verder, je kunt in de toekomst gaan kijken. Er liggen heel wat mogelijkheden. En toch heb ik het idee dat deze week best wel verschillende gevoelens bij je naar boven kan halen.
Het kan zijn dat je echt even goed naar jezelf moet kijken. Het kan zijn dat je jezelf ook aan een hele mooie kant mag laten zien. Het is gewoon een beetje een rollercoaster met waar je aan het eind van de week zeker tevreden op gaat terugkijken. Maar wat wel een week is die misschien kan zorgen voor bepaalde uitdagingen die je misschien niet meteen had zien aankomen. Vertrouw op jezelf, want ik heb het idee dat je echt wel weet wie je bent, waar je staat en hoe je ergens naartoe moet gaan, om het zomaar te zeggen. En dat lijkt deze week gewoon heel erg belangrijk te zijn. Op het moment dat je even het gevoel hebt dat het misschien net allemaal te snel gaat of net allemaal op een bepaalde manier verandert waar je nog niet helemaal aan toe was. Leuk dat je gekeken hebt naar de korte weekhoroscopen. Wil je nu zelf een persoonlijke legging? Ben ik bereikbaar onder box nummer 265 en natuurlijk ook per chat. Voor nu, fijne week!